Ja, de mars is begonnen. SP, Bender is erbij. Wij zijn er weer bij. Betaalbare boodschappen. En lonen omhoog. De ME is aan het pauzeren, denk ik. Die zijn het niet echt zozeer met ons bezig, maar meer met Extinction Rebellion. Veel beelden al vrijgekomen. Auto staat hier leeg. Goede sfeer, moet ik zeggen. Goede speeches over armoede, over alle problemen in de maatschappij. Ook dat ouderen het leven niet meer zien zitten, dat heel veel geld in de zorg ook verkwist wordt, ondanks ook nog... Hallo! Ja mensen, gaan we dit ook op Prinsjesdag weer beleven? Oh ja, ik moet ze nog wat vragen, hè. Gaan we Prinsjesdag overleven, meneer? Wat zegt u? Gaan we Prinsjesdag overleven? Ik hoop het, ja. Gaan jullie ons niet anders behandelen als Extinction Rebellion? Wij behandelen iedereen hetzelfde. Nou, ik heb heel wat veel geweld gekregen van jullie ook, hè. Nou, ook van de Romeo's. Ik hoop dat ze thuis blijven. Ik hoop dat jullie ook zo zacht voor ons zijn een keer. Nou ja, als we allemaal een beetje zacht zijn. Hallo, meneer. Hallo. Sluiten wij aan bij de demo. Goed. Ik doe interviews, meneer. Ja, ik mag ik jou interviewen? Ik zitten te wachten. Dus, nou, toch, ik film hem niet. Hij is anoniem. Nee, snap ik. Maar sluit aan bij de demo. Ja, ik wil even praten over dinsdag, bemiddelen. Want ja, wij komen prima, ook weer dinsdag. Doe dat daar. Ja? Censuur, je mag niet met de politie praten. Ik wil alleen maar geen geweld. Ik wil alleen maar revolutie, dat ze ons helpen om deze belastingverhoging tegen te gaan. Armoedebeleid. Dan zegt hij, ja, je moet naar de persvoorlichter, de persoplichter, weet je. Dan krijg je weer altijd de standaard antwoorden. Ja, we zullen geweld vermijden. We zullen jullie respectvol proberen te begeleiden. We zullen faciliteren. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat we een keer de hele dag blijven, ook met z'n allen die dat aan kan. Op meerdere plekken een punt maken. Nu brengen we alvast wat licht. Misschien kan je dit ook als een soort van lichtmars zien door Den Haag, een voorbereiding voor dinsdag. Ik heb Bender net ook gesproken, die jonge knul die ook viral gaat op de social media. Ik heb hem ook laatst een berichtje gestuurd, zijn broers, die coördineerden zijn werk. En ik vroeg dan, ja, wat is eigenlijk jullie agenda, wat is eigenlijk jullie doel? Is het satire of zit er ook nog een politieke agenda achter? En toen zeiden ze, nee, het is voornamelijk satire wat we willen brengen. Het is een beetje hoe Pauw Nieuws ook begonnen is, door ja, eigenlijk iedereen een beetje voor schut te zetten. Maar ja, ik ga me niet te veel mee bemoeien. Het is een vrij land. Ik vind het niet altijd netjes gaan. Ik vind je moet ook mensen respecteren. En mensen die voor schut staan online, die kunnen daar ook heel veel last van hebben. In hun privéleven, ook schaamte natuurlijk. Dus ik zou dat zelf nooit doen. Hier is die jonge knul. Ik kan niet inzoomen, want ik heb mijn handen vol. Maar ik hoop dat ze ook een beetje respectvol zijn voor de SP-mensen, dat ze goede interviews doen. Ze hebben ook Piratenpartij net geïnterviewd. Stop de huisjesmelkers. Goed pensioen is kwestie van fatsoen. Lonen omhoog, 16 euro minimumloon, betaalbare boodschappen. Ja, hele goede punten, ook voor de zorg. Wat ze ook willen, dat het geld naar de mensen gaat en niet naar de elite. Nationaliseer onze energie. Sta op voor gratis OV. AOW moet ja, standvastig zijn en dus meebewegen met inflatie en niet kapot worden gemaakt. Goedkoper tanken. Nationaal zorgfonds zonder eigen risico. Eigen risico afschaffen. Nou, hier is het Binnenhof. Oh, kijk, mooi paardje. Nou, dat is geen gouden koets, maar het lijkt er wel op. Hallo. Ja, leuke gouden koets. Ik denk nep goud, maar wel leuk voor de kinderen. Voor het hele gezin.
Prinsjesdag Festival. Oh, heb ik weer wat gemist? Ik heb weer heel veel gemist, zo te zien. 13 tot 19 september. Nou, je toch zo open. Ik heb het allemaal gemist, mensen. Ah, daar had ik wel bij willen zijn. Koninklijke Wachtkamer. Maak een rondrit door Den Haag. Koninklijke koets. Ja, heb ik ook gemist. €15 ticket valt nog mee. Ik weet helemaal niet wie het beste is. Ga, jongen. Mooie opkomst, SP, socialisten. Er zit ook weer een duivelse agenda achter het hele gebeuren natuurlijk. Maar sociaal willen we zeker zijn. Voor de zwakkere opkomen, voor gelijkheid, voor gelijkwaardigheid. Voor respect, normen en waarden. Hulp voor de zieken, hulp voor de armen. En geen hulp onbeperkt voor het Oekraïense leger om zichzelf uit te moorden. Dat hebben de SP'ers ook daar kritisch op. Maar ja, ik heb ook zoiets van... Kom op, mensen. Hoe lang ga je nog meedoen aan het politieke spel? Toen laatst gingen we protesteren voor die casino, pensioenroof. Nou, iedereen liep een rondje daar bij de Eerste Kamer. Een paar mensen wilden naar binnen lopen. Ik hielp ze en later kreeg ik een klacht van de SP. Ja... We zijn niet zo blij wat jij doet. Eén iemand zei dat, een Kamerlid. Ik kom even niet op zijn naam. Ja, wat jij doet is slecht voor ons geweest. Want jij ging op de vuist daar met de beveiliging. Nou, het is helemaal niet zo. Mag ik niet filmen, meneer? Moet u ervoor staan? Of? Solidariteit! Stop de zorgverzekeraars, roof. Ja, ik ken veel mensen van de SP, veel leden. Velen staan ook achter mijn revolutionaire gedachtes. Die zeggen ook met de Tweede Kamer en al die verliezingen ga je ook niks bereiken. Dus we stonden daar bij die Eerste Kamer en ik wou net even wat harder in de strijd gaan. En nog een paar andere mensen namen het voortouw. De beelden staan online. Ik heb helemaal geen geweld gebruikt. Ik ben alleen die deur gaan... tussen die deur gaan staan, waardoor hij niet dicht kon gaan. Een beetje duwen en trekken. Ik heb niemand geduwd of getrokken. Maar ja. Zo gaan ze dus om. En na 2 uurtjes daar staan, gaan ze weer naar huis. En er is niks veranderd. Terwijl, die kan daar ook de hele dag blijven. Bij de ingang of rondjes lopen met geluidsprotest. Wat het was, lawaai. Lawaai-protest tegen de casino... Pensioenroof. Wij hebben daar ook veel gestaan toen met de, hoe heet die wet van het WHO? De pandemiewet. Hebben we er ook urenlang gestaan. Maar het maakte heel veel indruk. Hoe langer, hoe beter je de strijd kan aangaan. Als mensen moe zijn, kunnen ze even pauzeren en later weer terugkomen. Ik weet niet waar we naartoe lopen. Volgens mij het vaste rondje. Wat ook met Samen voor Nederland vaak gelopen hebben. Ik heb wel een paar Romeo's gesignaleerd. Maar niet op een doorgesloten manier. Reizen! Omlaag! Loner! Omhoog! Reizen! Omlaag! Loner! Omhoog! Reizen! Omlaag! Loner! Omhoog! Reizen! Omlaag! Staak, blokkeer, we pikken dit beleid niet meer. Dat is wat ik zeg. Maar SP roept daar niet toe op. Ik pik dit beleid niet meer. Staak, blokkeer. Ik pik
Hij zei het tegen Staak, blokkeer de picket niet meer. Strijd, bezet, blokkeer. Ja, ze hebben bewust denk ik niet vandaag langsgelopen bij de hoofdkantoor van de VVD. Nou, helemaal van achter naar voren gelopen is toch een hele leuke zaak om te doen. En ze stoppen ook nog. Kom op voor Nederland, ja, dat is het. Op de armoede! Ik kan ze hele moeilijke vragen stellen nu. De kopstukken van de SP Tweede Kamer. Maar ja, ze zijn in een goede stemming. Oh, wat zou er aan de hand zijn? Het lijkt op een waterkanon. Ik word weer gebeld door iemand. Ik weet niet of dat nu ook een stalker is of iets anders, maar... Marijnissen moest naar voren komen. Ik ga even kijken wie me heeft gebeld. Wil je wat zeggen, broeder? Gaat het goed? Ja. Eerst mensen, dan regels. Op Rutten. Heel goed. Oh, de jeugd is de toekomst. Strijders. Heel mooi mensen, ik laat het hier even bij. Ik kom later bij jullie terug.